Chevrolet Bel Air, vernoemd naar de welgestelde wijk in Los Angeles, is een van de bekendste modellen van het Amerikaanse merk. De eerste generatie stamt uit 1950, de zevende en laatste generatie ging in 1975 uit productie. Vandaag hebben we in Klokje Rond Klassiek een Bel Air uit 1958 op bezoek. En dat is er eentje van de derde generatie. Toen Corné Bekers de auto in 1988 kocht, was hij zwart. Maar Corné wilde hem dolgraag in het kenmerkende rood-wit hebben. En zo geschiedde. Eens kijken hoe de Bel Air er onderhuids aan toe is. Corné, een prachtige Amerikaan, eigenlijk, zoals je hem eigenlijk zou willen. Uit de jaren 50, groot, een coupé, mooie kleurstelling. Ja, schitterende auto. Hoe lang heb je hem al? Gekocht in 1987. Bij meneer Simons van Moviecars. Heerlijke auto, aangeprezen door die man ook. Hij zei, joh, die moet jij kopen. Hij zei, daar word je gelukkig van. Was je specifiek op zoek naar een Amerikaanse auto of naar een klassieker? Ik was specifiek op zoek naar eigenlijk liefst een roze of een rode Amerikaan. Ja. Een eind vijftiger. Bij ja, roze van... denk je aan Cadillac. Maar... Ja, ja. Nou, ik ben heel blij dat ik die keuze niet gemaakt heb. Ja. Dit was niet mijn eerste keuze, deze auto. Ik ben wel blij dat hij deze keuze geworden is, ja, ja. Vanwege dat het gewoon een heerlijke auto is. Ja. En, nou ja, hij ziet eruit alsof hij al een keer gerestaureerd is en dat is hij ook. Dat is hij, hij is volledig gerestaureerd. Ja. Hij is opnieuw gespoten, voorbewerkt uiteraard. Alles wat vernieuwd moest worden is vernieuwd, motor gereviseerd. Ander soort banden eronder, met radiaalbanden, verbrede velgen om stabieler te kunnen laten rijden, luchtvering. En wat getuned, zou ik het noemen, in orde, motor in orde gemaakt. Zodat hoeveel pk zou die ongeveer nu moeten hebben, denk je? Ja, die dingen hebben ongeveer 220, 230 pk standaard in deze configuratie. Mm-hmm. Maar vanwege die spullen die erop zitten, zou die ongeveer 280 tot 300 moeten kunnen leveren. Ja. Het is nooit gemeten. Nee. Hij gaat overigens wel gemeten worden, komend jaar, want er moet er een keer een andere uitlaat onder. Ja. Want die uitlaat die blijft maar heel, een stomme uitlaat. Maar er moet een andere uitlaat onder. En dan is je eigenlijk wat dat betreft klaar. En dan wil ik hem een keer op een vermogensbank hebben. Ja, ja, moet je even opgeven. Kijken, voor onze rubriek de rollenbank, dan kan hij daar ook nog een keer in. Ja. Ja. Hij is ook niet in deze kleur de fabriek uitgekomen. Hoe ben je op deze kleur gekomen, deze kleurcombinatie? Ik had een folder gezien, en die heb ik. Van de Nederlandse folder en daar stond erbij ideaal voor onze wegen en daar stond hij in het rood-wit afgebeeld en ik vond hem zo mooi en ik wou die kleur moet hij worden, per se die kleur. Dus dezelfde. Hij is ook gespoten in, noemen ze dat, cellulose lak heet dat, in plaats van moderne lak. Dat zei de spuiter, dan moet je gewoon in de oude lak spuiten. Hij zei, die krast wel wat eerder, maar die kun je gewoon weer polijsten, die kun je poetsen. Ja. En dan heb je ook echt die kleur uit die tijd. Ja, ja. Ja, en die, ja, dat zit er al bijna 30 jaar op? 92 was het klaar, dus in 91 is hij gespoten, dus ruim 30 jaar. Ja, ja. Ja, dan houdt hij zich heel goed. Ja. Goeie spuiter. Precies. Techniek ook goed, denk ik. Techniek is prima. De motor, hij doet het altijd. Hij heeft hem nooit laten staan. Nee. Behalve twee keer op klapbanden onderweg. Ja. En je gebruikt hem nu als hobbyauto of ga je er ook nog mee op vakantie in de zomer? Of, Eigenlijk te weinig. Ik wil er mee op vakantie. Ik ben er wel eens mee op vakantie geweest. Mm-hmm. Ik ben zelfs een keer met een caravan erachter op vakantie geweest. Toen lagen er nog diagonaalbanden op. Oh, dat is niet zo goed. Nee, dat raad je niet aan. Dat is hopeloos. Ja. Ik ben mee naar Oostenrijk geweest op vakantie. Ritjes door België, Nederland, af en toe een tourclubje meerijden. Ja. Maar echt, het is geen kilometervreter. Nee. Nou ja, we gaan de auto bekijken op de brug, samen met Dennis even. We gaan hem niet als zodanig keuren, maar wel eens even kijken hoe ziet de onderkant eruit, hoe zit hij onder de motorkap eruit. Dus dat gaan we nu samen even doen met Dennis. Oké, leuk. Ja. Dennis, jij hebt er al mee gereden, ik niet. Ja, maar ik ben wel heel benieuwd, hoe rijdt dit? Want geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, trommelremmen rondom. Ja. Wel een hele dikke motor. Dat zonder meer. Je mist bepaalde dingen. Als je moderne auto's gewend bent, dan is dit even wennen. Maar als je dit soort dingen kent, dan rijdt hij gewoon heel erg goed. Je zei het al, trommelremmen voor. Ja, trommelremmen zijn heel moeilijk goed afgesteld te krijgen.
Als je remt, dan wil je dat die voorremmen exact hetzelfde doen. En dat is met trommels gewoon praktisch niet voor elkaar te krijgen. Dus hij trok wel een beetje met remmen? Hij gaat iets naar links, maar ja, daar anticipeer je op. En zeker als je die auto gewoon in bezit hebt, dan is dat geen issue. Ja. Het wordt met regelmaat wordt het gecontroleerd. Ik geloof één keer in de 4-5 jaar, dan gaat het helemaal uit elkaar, wordt het nagekeken. Dus er wordt zeker goed onderhoud gepleegd aan die remmen. Maar het is gewoon een crime om dat systeem gewoon helemaal perfect te krijgen. Dus dat is moeilijk. Stuurbekrachtiging, ja. Als je in een Amerikaan stapt, dan verwacht je dat je met één vinger het stuur van links naar rechts kunt gooien. Ja. Dat is hier niet zo. Maar ook dat is, ja, als je het weet, is het niet echt een gemis. Manoeuvreren, dus kort steken, inparkeren, ja, dan moet je wat meer kracht op dat stuur zetten. Maar als je eenmaal rijdt, dan is het prima te doen. Het heeft als voordeel dat je wel wat meer feedback uit je voorruit krijgt. Want normaal gesproken, als het zo licht stuurt, ja, je draait aan het stuur, je hebt geen idee wat er gebeurt. Die auto vertelt je niets. Nee. En hier voel je nog wat. Je voelt dat je kracht zet, dus je voelt waar je mee bezig bent. En ja, dat is op zich wel positief, vind ik. Dat maakt het rijden toch wat... Je krijgt wat meer gevoel bij de auto. Het is niet zo, het is niet zo vaag allemaal. Nee. Ja, en dit is natuurlijk heel Amerikaans. Het is een grote V8 die meer cilinders, meer beter in ruimte. Ja. Ja, mijn motto is alles wordt beter met een V8, dus wat dat betreft zitten we goed vandaag. Ja. Het is een volgens mij 266 cubic inch, dat is net iets meer dan 4 liter. Ja. Ik weet het vermogen niet, pk's hebben ze niet heel veel, koppel is er wel. Dus als je gas geeft, dan gaat hij ook gewoon vooruit. Het is niet dat die monster snel is, maar hij is ook zeker niet traag. Het loopt gewoon heel netjes. Motor is gereviseerd. Er zitten overmaat zuigers in. Dus meteen gekozen voor de tweede overmaat, omdat er een redelijke stootrand in zat. Hij loopt gewoon hartstikke goed. Daar kun je niks van zeggen. Ja. Toen de auto gespoten werd, is de motor eruit. En die is gereviseerd. En dat was niet zo goed gebeurd. Nog een keer eruit gehaald. Opnieuw gereviseerd. En toen hebben we... Zorg dat hij ook gewoon gelijk, maak er maar een fijne motor van. Er zijn andere nokkenaars ingegaan, hoge compressiezuigers, koppen gevlakt, Manly kleppen erin. De klephoekwijziging is erin doorgevoerd, als de meer technische mensen zullen weten. Edelbrock carburateur erop, Edelbrock spruitstuk. En het ding liep hard. Het ding loopt de teller uit. 120 mijl is hij op de teller, maar hij loopt de teller uit. Ik weet niet hoe hard dat hij gaat. Vrijwel onbestuurbaar, want je drijft op de snelweg dan. Maar heerlijk was zo'n auto gilt dan. Overigens doet hij dat in zijn derde versnelling, want hij schakelt niet meer over naar 4 omdat je plank gas rijdt. Dan zit de toerenteller 5000, 5500. Die motor die gilt. Van plezier. En wat mij opvalt, Dennis, ik vind het een beetje raar, als je in die bougie zit, dan zou je bijna denken, het is een boxermotor. Die steken echt hier aan de zijkant in het blok en ook nog vrij laag als je het zo ziet. Maar je ziet daar boven de cilinderkop. Dus, De kop die begint daar en daar zit de bougie ook in. Hij zit inderdaad vrij laag en bijna haaks met de verticale lijn, zeg maar. Dat is gewoon de constructie, het werd toen gebruikt. Ik weet niet per se hoe... Hoe ze dat gedaan hebben, waarom ze dat gedaan hebben, of dat toen een voordeel gaf of niet. Vaak zie je bougies die zitten bij V-motoren tussen de poorten, maar hier zitten ze er echt onder. Ja. Dus zeg het maar. Het is wel makkelijk om ze zo van onder te vervangen, je kunt ze goed zien. Wat daar ook bij helpt is dat normaal gesproken zit hier de brandstofpomp. Ja. Dat is gewoon een membraanpomp die met een hefboompje wordt aangedreven. Die doen het niet zo goed, die doen het ook pas als je de motor start. En dat gaf wat problemen. Die pomp was op een gegeven moment ook versleten. Dus daar is voor gekozen om een elektrische pomp bij de tank te hangen. Okay. Ja, die bouwt druk op zodra die in contact staat. En dan heb je altijd brandstofdruk. Ja. En hier is dan een mooi plaatje opgezet om de pomp weg te halen. Verder, wat ik aan de onderkant nog mooi kan zien, is de dynamo. Normaal gesproken zit er een gelijkstroom dynamo op, goed zeg. En nu zit er een wisselstroom dynamo op. Ja, de oude dynamo die gaf veel storing op de radio. Ja. En dat was met deze dynamo wel beter. De radio is er inmiddels niet meer, die heeft de geest gegeven. Ja. Maar er zit nu wel een goed werkende dynamo op. Dat wou ook wel even minder worden bij die dingen. Voor de rest is het vooral gewoon massief en degelijk. Een vrij eenvoudig onderstel.
Met dubbele dwarsgeplaatste draagarmen op de onderste draagarm. Ja, en nog meer nippels, hè, overal. Overal meer nippels, ja. Dit is nog uit de tijd dat je je kogels kon onderhouden. Ja. Tegenwoordig slijten ze en gooien ze weg. Ja. Maar hier kun je zelf met een beetje liefde kun je de levensduur nog aanzienlijk verlengen. Ja. Ja. En die versnellingsbak die oogt wat moderner dan normaal. Ja, die hoort niet bij de auto. Hij werd geleverd met een tweetrapsautomaat. Ja, dat is natuurlijk vrij primitief. Dan heb je maar twee gangen. En nu zit er een viertraps onder met look-up. Dus als je dan op snelweg rijdt en dan gaat in de look-up, dan daalt je toerental. Dat maakt het wat meer comfortabel. En ja, je hebt wat meer verzetten. Dus het is gewoon, gaat er wat vloeiender door rijden. Die motor kan het wel hebben in ieder geval. Die motor die trekt het prima. Ja, precies. Niet heel veel vermogen, maar genoeg koppel om die auto lekker op gang te helpen. Dus dat is geen probleem. Ja. Motor kan ook lekker ademen door een dubbel uitlaatsysteem. Ja. Wat meer in de jaren 90 ongeveer helemaal zelf heeft gemaakt met de primitieve gereedschappen die hij had. Ja, je ziet nu dat hij wat slechter wordt, hier en daar begint er wel. Het is geen RVS. Nee, het is geen RVS, maar hij zit er al wel sinds 1991 geloof ik onder. Ja. Een stukje huisvlijt, maar hangt er nog steeds. En respect voor het werk. Dat vind ik ook. Weet je. Ja, de uitlaat heb ik er zelf onder gelast met alle beperkte middelen die er toen waren. Een stuk dikwandige pijp gekocht. Klein gezaagd met CO2-apparaat. Gebogen gelast, net zolang dat hij eronder paste. Ik ben er niet trots op, want ik vind hem hartstikke lelijk, maar het ding werkt en het weigert om kapot te gaan. Dus zolang als je niet eronder uitvalt en niet lek gaat, ben ik aan deze uitlaat gebonden. Nou, hier ziet het er ook wel weer redelijk antiek uit, starre achteras, maar toch wel weer wat bijzonderheden. Ja, het is wel een starre achteras, maar hij is niet zoals redelijk gebruikelijk in die tijd geveerd met platveren. Je ziet hier al, volgens mij is dit een van de eerste auto's die schroefveren had. Je ziet hier een schroefveer, daar staat er een en die staan op deze langzame hier. Je hebt toch een as die wat meer beweging toelaat, waardoor je rijcomfort ook weer wat omhoog gaat. En het rijcomfort is een overvloed aanwezig. Het is, het is net een vliegend tapijt wat dat betreft, maar het rijdt wel heerlijk comfortabel, maar je moet er niet mee gescheuren. Nee. Als extra zijn er nog pompbare schokkempers gemonteerd, zodat je ook de achterkant op hoogte kunt houden, zodat hij niet op zijn gat valt. Ja. En wat je hier verder nog meer ziet is die elektrische brandstofpomp waar ik het net over had, die vervangt de pomp die normaal gesproken op het motorblok zit. Ja. Dan heb je eigenlijk vanaf het moment dat je op contact zit, is de brandstofdruk aanwezig. Dus dan hoef je niet eerst, stel dat de brandstof wegloopt terug naar de tank, hoef je niet eerst dat mechanische pompje dat helemaal naar voren te zuigen. Nee. Dan heb je eigenlijk meteen voldoende brandstof. Ja. Wat verder nog zien is dat hier is eigenlijk het grootste deel van het lastwerk gebeurd wat aan de auto zat. Dat is de kofferbodem. Ja. Die was niet per se helemaal doorgerot. Je kon er nog gewoon lading in gooien en je kon er nog in springen als je wou. Maar het metaal wordt toch dun en dan krijg je allemaal van die hele kleine speldenprikjes, zeg maar. Dus dan zie je het licht er doorheen. Dat is tijdens de restauratie meteen aangepakt. Ja. En stevig chassis, hè? Ja, dat chassis, dat gaan wij niet meer meemaken dat het doorhoest. Dat is wel dik en dat is ook een groot deel van het gewicht van de auto, denk ik. Ja. Corné, Dennis was net zo enthousiast over die auto als dat ik ben en dat jij bent. Logisch, hè? Want hij staat er super mooi bij. Het rijdt geweldig. Wat zijn je plannen nog voor de toekomst met deze auto? Ga je er nog dingen aan veranderen, verbeteren? De plannen zijn, als ik ooit geld heb en zin in heb, dan zou ik er nog wel aluminium cilinderkoppen op willen hebben. Om nog wat meer vermogen eruit te krijgen. Nog meer? Het is helemaal zinloos, dat weet ik ook wel. Rijdt er niet beter van, maar wordt er niet beter van. Maar gewoon nog meer rook uit de banden te halen met wegrijden. Dat heeft te maken dat je ooit op je motorfiets mede een dragrace waarschijnlijk. Ik denk dat het oude dragrace gebeurt. Dat blijft erin zitten. Ja. Willen iedere Golf, noemen ze dat, Golf GTI's en al die... Ja, en vooral de Tesla's tegenwoordig. Een Tesla hou je niet bij. Nee. Maar die stinkdingen die wil je ook niet bijhouden. Nee. Gewoon laat maar gaan. Nee, maar gewoon, het is gewoon heerlijk om zo'n ding te horen brullen. Ja. Een V8 op toeren. Het is gewoon een heel fijn geluid. Ja. Ik vind het een heel fijn geluid en ik geniet ervan. Ja.
Ik denk dat je het dan wel een tijdje kan blijven doen. Misschien dat een keer die uitlaat eronder vandaan haalt, valt, dan... Als de uitlaat stuk gaat, dan ga ik lachend naar de garage om een nieuwe mooie roestvrijstalen pijp onder te laten maken. Ja, ja. Ja, want de waarde is inmiddels ook wel een beetje gestegen sinds dat jij hem kocht in 1988. Dus, ja. Dus ik denk dat de waarde van de auto is een betere belegging dan alle verzekeringspotjes en pensioenpremies die ik ooit betaalde. Dat denk ik ook, ja. Nou, ik wens je nog heel veel plezier met deze auto. Ja. Fijn, dank je wel. Dat hij lang heel mag blijven. Ja. Ik ga er nog heel lang mee doen.